Eind januari. De heer De Groot. Ja, dank u wel. En ik begrijp natuurlijk dat de minister zegt, nou, we gaan al aan de gang met die projecten die echt onmiskenbaar ook effect hebben. En daar heb ik ook wel enig begrip voor. Alleen het punt is dat natuurlijk de filosofie van het NPLG was dat je in het totaal de provinciale plannen, de doelen moesten worden gehaald zoals ze zijn afgesproken met de provincies en nu ook zijn neergelegd in het NPLG. En is de minister nou niet bang dat op het moment dat je eigenlijk nu het laaghangend fruit, de no regrets, gaat financieren, dat straks als het moeilijk wordt, de provincies zullen zeggen, ja, nu wordt het te moeilijk, nu wil ik nog meer geld of nu doet u het zelf maar. Ja, voorzitter, daar ben ik niet bang voor, omdat wat je nu met koploperprojecten naar voren haalt, dat zijn gewoon no regretmaatregelen. Dat is sowieso goed om te doen, want die helpen. En daarnaast ben ik verder met de provincies die plannen aan het concretiseren. En ik heb ook commitment gevraagd. Van, joh, ik ben bereid om er alles aan te doen om zoveel mogelijk van die koploperprojecten te honoreren, maar dan wil ik wel commitment dat jullie ook echt die keuzes gaan maken. Nou, dat is de afspraak zoals we die hebben gemaakt samen. Ja, maar is de minister, ik volg dat, voorzitter, maar is de minister zich wel bewust dat haar onderhandelingspositie, dat ze die dan ondergraaft, dat in ieder geval de volgende minister in ieder geval toch wat minder te onderhandelen heeft, want die moeilijke keuzes die gaan de komende maanden ook niet gemaakt worden, ben ik bang. Voorzitter, ik ben hier totaal niet bang voor, want we gaan niet onderhandelen, ik en de provincies. Ik en de provincies en ik werken gewoon heel goed samen. En dat meen ik oprecht. En weet u hoe dat komt, voorzitter? Omdat de provincies exact met hetzelfde driehoekje te maken hebben waar ik mee te maken heb, waar uw Kamer mee te maken heeft. Namelijk natuur die onder druk staat. Steeds strenger worden in de jurisprudentie met die additionaliteit. Een grotere opgave met die kritische depositiewaarde. En intrekkings- en handhavingsverzoeken bij de vleet. Nou, de enige onderbouwing die je kunt geven bij rechtszaken is laten zien dat je goede maatregelen neemt, onontkoombare stappen zet. Dus we staan hier echt zij aan zij. Nou, lijkt me duidelijk. Ja, toch? Nou, het is buitengewoon geruststellend, voorzitter, zelfs. Ja. En ook goed om te horen dat al die gedeputeerden, ook van BBB in de provincies, gewoon in hetzelfde driehoekje hard aan het werk zijn. Dus ja. Nou, complimenten daarvoor. Kunnen wij al naar de tweede termijn? Ik had nog één vraag en dat vind ik toch vervelend als ik die dan niet beantwoord. Dat was namelijk een vraag van de heer Grimwis over de economische effecten. En ik begrijp de zorgen hierover, maar die economische effecten zouden we in het landbouwakkoord oplossen. Nou, dat is niet gelukt. Maar we hebben natuurlijk, want dat verdienvermogen is cruciaal, maar we hebben natuurlijk een sociaal-economische impactanalyse als onderdeel van dat nationaal programma landelijk gebied. Nou, dan heb ik mijn laatste blokje natuur. Daar zit niet heel veel in ter geruststelling. En dat gaat over de voordelta vooral. En voorzitter, de natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte is sinds 2008 is nog steeds nodig. Want monitoring heeft niet aangetoond dat we die doelen hebben gerealiseerd. Des te langer het halen van die compensatiedoelen duurt, des te meer er gecompenseerd moet worden in verband met de opgelopen tijdvertraging. En normaal gesproken dient die compensatie eigenlijk al vooraf gerealiseerd te zijn. En nogmaals, ik heb het hier over 2008. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit kan plaatsvinden door alle bodemberoerende visserij, waaronder garnalenvisserij in het bodembeschermingsgebied in de Voordelta te weren. Dat is een oordeel van de rechtbank. En op basis daarvan heb ik een ontwerp toegangsbeperkend besluit ter inzage gelegd dat 5 oktober van kracht zou worden. Dat rechtelijk oordeel, dat voer ik voorlopig uit, terwijl er tegelijkertijd een beroep loopt van de staat, het havenbedrijf en de visserijorganisaties. Nou, de afgelopen maanden heb ik het initiatief genomen om eigenlijk best wel een hele intensieve dialoog te voeren met de natuurorganisaties, de vissers en het havenbedrijf, om te kijken, kunnen we nou samen tot een alternatief komen? En echt, voorzitter, ik was diep onder de indruk van de inzet van de natuurorganisaties, van de vissers, maar ook van het havenbedrijf, om hier uit te komen. We hebben daar echt alles aan gedaan. Ook naar aanleiding van de motie van der Plas heb ik toen het toegangsbeperkend besluit aangehouden. Nou, binnen die dialoog is het ons gelukt om heel ver te komen. Echt heel ver. Maar niet helemaal. Ondanks die grote inzet. Omdat uiteindelijk bleek dat al die verschillende belangen gewoon niet verenigbaar zijn.
Nou, ik heb eerder al aangegeven, als wij daar niet uitkomen, dan ga ik gewoon het besluit nemen. Maar ik vind wel dat ik dan zo dicht mogelijk moet blijven bij de elementen, de onderwerpen waar we wel overeenstemming over hadden. En dat betekent dat we een veel minder groot deel van de voordelta gaan sluiten. En een groter deel boven de Maasmond. Dat is het gesprek wat ik samen met de vissers en de natuurorganisaties heb gevoerd. En zo probeer ik zoveel mogelijk goede visgronden open te houden voor de visserij. En dan andere delen met gelijksoortige natuurpotentie te sluiten. Met daarbij voldoende ruimte en zekerheid voor robuuste natuurcompensatie. En inderdaad, ik heb uw Kamer geïnformeerd. Ik ga dat besluit, hoop ik, in januari te nemen. Maar wel ook met flankerend beleid. Niet alleen, ook flankerend beleid. Nou, dat vraagt ook nog wat interne afstemming, zeg ik dan maar. Mevrouw Brommet. Was dit het blokje natuur? Want dit is de voordelta. Ik had nog een vraag gehoord over de staat van de natuur. Die was gesteld aan de minister van Landbouw.